Dag allemaal en welkom bij deze nieuwe video van Juf Aminozuur. In deze video ga ik het hebben over de fase van de geboorte. Dus zit jij in de bovenbouw VMBO en heb je biologie? Kijk dan met me mee. De fase van de geboorte zijn als volgt. We hebben eerst het indalen, daarna hebben we de ontsluiting met weeën, daarna hebben we de uitdrijving met persweeën en tot slot hebben we de nageboorte. Eerst het indalen en de ontsluiting. Het indalen houdt in dat het hoofdje van de foetus in de bekkenholte komt te liggen. En dat gebeurt door indalingsweeën. We hebben hier een afbeelding van het onderlichaam van een moeder. En we zien hier de baarmoeder. We zien hier achter de botten van haar heupen en haar benen liggen. En je ziet dus dat het hoofdje in de bekkenholte is komen te liggen. Hierboven zien we de opening van de baarmoedermond. De ontsluiting met weeën, dat houdt in dat de baarmoederhals en baarmoedermond steeds wijder worden, zodat het kind er straks uit kan. Weeën, dat zijn samentrekkingen van spieren in de baarmoederwand. Dus doordat die spieren samentrekken, wordt het kind eigenlijk uitgeduwd. Tijdens de ontsluiting breken vaak de vruchtvliezen. En het vruchtwater loopt dan uit het lichaam. Een volledige ontsluiting is bij 10 centimeter. Dus dat is wanneer de baarmoedermond 10 centimeter geopend is. Dan kan de volgende fase pas beginnen. Dan hebben we de uitdrijving en dan de nageboorte. Eerst de uitdrijving. Daarbij spelen persweeën een rol. Het kind komt dan ter wereld en het hoofdje komt eerst. Je ziet hier dat het hoofdje van het kind al door de vagina heen is en dus er al uitkomt. Daarna heb je de nageboorte. En dat houdt in dat de placenta, de resten van de navelstreng en de vruchtvliezen, eigenlijk alles wat je hier ziet liggen, dat die ook het lichaam van de moeder gaan verlaten. En hier zie je een foto van een menselijke placenta. Hier zie je de placenta en je ziet de bloedvaten en je ziet hier de resten van de navelstreng ook liggen. Soms treden er complicaties op bij de geboorte. Bijvoorbeeld een stuitligging, dat houdt in dat het kontje of het voetje van het kind als eerste naar buiten komt. Of er is sprake van een dwarsligging. En bij een dwarsligging ligt het kindje dwars in de baarmoeder met de rug richting de vagina. Dat zie je hier. Dit is de vagina, of de baarmoederhals, dit is de baarmoedermond en daarna de vagina. En het kindje ligt hier met de rug naartoe, ligt dwars in de baarmoeder. Op deze manier kan het kindje niet op een natuurlijke wijze via de vagina de moeder verlaten. Dus dan moet er een operatie worden uitgevoerd en dat is de keizersnede. Dat was de video over de verschillende fasen van de geboorte. Mocht je nog een vraag hebben, laat dan even een reactie achter. Dan beantwoord ik je vraag zo snel mogelijk. Mocht je hier wat aan gehad hebben, laat dan even een like of een leuke reactie achter. En vergeet je vooral niet te abonneren op Juf Aminozuur voor meer van zulke uitlegvideo's. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.